Wat is het thema van jouw volgende grap? Het verhaal gaat wederom... het gaat toch wel over een kabouter. Kabouter? Over een kabouter. Over een kabouter? Nee toch? Is het serieus, ja? Oh, daar zijn we altijd voor in, mensen. Ja, zeker. Ja, zeker. Daar komt hij aan, hoor, mensen. Ja. Het is toch weer tijd voor een kabouter-grap. Jazeker, ze zijn heel erg klein. Pas op dat je er niet op trapt. Zo is het. Nou, gewoon erin. Ja, ik reed dus vanochtend hier Hilversum binnen met de auto. Toen kwam ik een oud vrouwtje tegen. Of nee, ik was eigenlijk blij dat ik haar zag. Want ik zag haar liggen langs de weg. Lekker. Nou, dat vond zij niet, want zij was dus uitgegleden. Ach. Ja, nee, het was zielig. Dus ik de auto parkeren. Ik heb die oude vrouw geholpen. Ik denk, nou, op dat moment... Het is toch weer tijd voor een kaboutergrap. Ja, bijna maar klein, maar zorg dat je er niet op trapt. Nou, doe maar. Sorry. Ik trap ook niet op die mevrouw, maar ik help haar weer overeind. Ja. Ik stap weer in de auto, ik denk eind goed, al goed. Ja. Poef! Verscheen er een kabouter. Ook toevallig. Die zegt, u hebt een goede daad verricht. Wat goed gedaan, u mag een wens doen. Ik zeg tegen die kabouter, nou, ik wil altijd graag nog een keer naar Hawaii. Maar ik durf dus niet met de boot en ik durf ook niet te vliegen. Dat is eng. Kun jij geen brug voor me bouwen naar Hawaii? Dat is veel te duur. Doe me niet, ik ga geen brug bouwen, hoor. Zegt, nee. Doe me maar een vriendin die niet zeurt. Ik zie die kabouter denken, die kijkt me aan. Die zegt, nou, wil je eigenlijk verlichting op je brug? Ach, maar dat kan toch niet. Wat een gekke show! NPO Radio 2.